Fotobewerking. Wat kun je nabewerken aan een foto? Je zou het licht eventueel kunnen aanpassen. Ook voornamelijk het contrast. Als ik een foto maak, kun je bijvoorbeeld verschillende kleurtjes eroverheen zetten of zwart-wit. Ja, je kan ook de kleur een beetje aanpassen, wat feller of juist wat somberder maken. Ja, ik gebruik best wel vaak voor foto's of zo Lightroom. En daar kan je best wel veel in editen, contrast en licht en helderheid en wat dan ook. Je kunt ook nog inzoomen, uitzoomen of iemand gewoon weg kan halen in de foto. Wat zijn pixels? Ja, je kunt het eigenlijk zien als allemaal hele kleine beeldjes, wat je van een bijvoorbeeld een afbeelding hebt. Ja. Als je foto inzoomt, dan krijg je vierkantjes, die heet pixels. Er zijn er dan heel veel en dan al die kleine dingetjes worden dan eigenlijk één beeld. Ja. Hoe meer pixels je hebt, hoe scherper de foto is. En hoe minder pixels je hebt, hoe onscherper je foto is. Wat weet je van ruisreductie en verscherping? Bij ruisreductie verminder je juist de ruis door het te verwijderen in de nabewerking. Ook als je een hoge ISO hebt aanstaan op je camera, dan krijg je dus ook meer ruis in je foto. Dat kun je dus met die ruisreductie weghalen in Photoshop. En verscherping, ja, dat doe je eigenlijk tijdens de Photoshop, dan hou je de ruis een beetje wat weg. Bij verscherping verminder je ook de ruis zonder dat je eigenlijk de scherpte verliest.